had eigenlijk last van paniekaanvallen. En dat begon dan echt wekelijks een paniekaanval te worden. En dan, daarna had ik ook nog wel veel dagen nodig om daarvan te recupereren. Dus ik merkte echt wel van, oei, mijn sociaal leven en wat ik eigenlijk wil doen, mijn school, dat gaat eigenlijk heel fel achteruit doordat angsten zoveel invloed hebben op mijn leven. Bij mij was het dan vooral een gevoel van, zo wil ik echt niet leven. Mijn leven is echt niet aangenaam op deze manier om een leuke activiteit te gaan doen, bijvoorbeeld met een vriendin afspreken. Had ik al uren op voorhand stress en hartkloppingen. En ik dacht echt van, zo kan het niet meer en zo wil ik het niet meer. En dat heeft mij er dan toch toe aangezet om na zoveel tijd toch hulp te zoeken. Ik hoop heel erg dat jongeren nu zichzelf kunnen zijn bij hun vrienden. Dat je niet aan iedereen alles zegt, dat is normaal. Maar ik hoop echt, want dat hoor ik nog veel te vaak van, zelfs tegen mijn vrienden, kan ik niet zeggen hoe het echt met mij is. En ik wens dat zelfs niet alleen aan jongeren, aan iedereen toe, dat er minstens een paar mensen zijn waar je eerlijk tegen kan zijn en geen maskers moet voorhouden.